Yo guys, en welkom bij een nieuwe live video van MG Moss. Ik ben Jill en ik laat jullie even gewoon eens mijn Black Ops scherm zien. Kijk, ik ben level 35. En dus eigenlijk dit spel hier, dat kutspel hier, dat ga ik niet meer nodig hebben. Dus ja, daar ga ik eigenlijk een beetje van alle dingen mee doen. Hè. Ja, kom, dat gaan we aan doen. We volgen de disc. We doen de deur open. Kijk een keer hier. Kijk een keer, dat valt. En dan, wat gaan we hier nemen? Ja, een Rambo-mes. Dat gaat wel volstaan, denk ik. Om een fucking MW3 ding kapot te doen. Voilà. Rambo-mes. Open. Even met mijn tanden. Hup. Ah, mijn tand. Ja, het. Kijken. Kijken gewoon op die MW3. Dus zo. Hup. Oei. Oei, hij zit er hier door. Oh nee zeg. Oh nee, is dat toch niet waar zijn. En dan zo die zo breken ze. Voilà. Hup, kapot. En dan, oei, hij staat precies een beetje krom. De andere kant een keer. En dan zo er nog een keer in slagen met mijn mes. En dan, oei, hopla, oei. Oh, het zal toch niet waar zijn. Er terug door, zeg. Oh, nee. Oh, dat is spijtig. En dan zo een keer op. En wacht, nog één keer zo. De finishing touch. En voilà. Ik denk dat die disc eigenlijk officieel geneukt is. Kijk. Ik denk het wel. Ach ja, wat maakt het uit? Het is toch een kutspel. Misschien dat ik nu de disc kan breken. Kan ik die disc nu breken? Ik denk het wel. Zo met mijn één hand. Dat is een sterke jongen dat ik ben. Hup, hup. Ja. Hup, hup. Oh, misschien dat ik deze kant nog een keer een tikje zal moeten geven. Oh, dat was ze, ja. Dat was het. Hup. Oh, en hij valt. Hij valt. Hij is gevallen. En het resultaat. Oh, dat is het resultaat. Dankjewel, mes. Je hebt dat goed gedaan. Scherp, heel mooi. En dit is het resultaat. Voilà, see. Hup, willen we hem volledig kapot doen. Voor als finishing touch, ja. Hup, hup. Ik doe dit allemaal met één hand, zo pro dat ik ben. En, hup. En dan, hup. En, ja. Dan gaan we daar nog een keer in zitten met mijn mes. Kijk, kijk, kijk. Hier zo. Voilà, juist op de plaats dat het godverdomme moest. Kijk ik eraan, voilà. Up, mijn MW3 disc. Voilà, als ik nu nog MW3 wil spelen, ja, dan heb ik eigenlijk wel pech, hè. Ah, is toch spijtig, zeg, geen MW3 meer. Ah, ja, nu moet ik wel Black Ops 2 gaan spelen. Shit, zeg. Ja, als we dat hier nog gewoon kapot krijgen, misschien met een keer een ander mes of zo. Als we nog een keer een ander mes bovenaan. Hup. Fucking silver black. Ja. Als we daar dan nog een keer mee gaan opzetten. Lekker een paar krapjes in maken. Hup. Hier nog eens. Hup. Ja. Als je lawaai hoort als ik slaag, dat is dus mijn bureau. Dat is niet erg. Dat fixen we allemaal nog wel. Maar misschien dat ik mijn camera kan rechtzetten als ik het jullie ga laten zien. De disc. Ja. Kijk. Hè. Daar staat mijn camera. En kijk. Oei, dat is dus één stuk van MW3. Voilà. En dit is het andere stuk. Voilà. Dit was MW3 voor vandaag. Voilà. Hupla. En oh, er valt al een stuk. Maar dat is echt helemaal niet erg. Ik heb dat echt toch niet meer nodig. Dus ja. Voilà, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de... Disc destroying. Als jullie het ook willen doen, zet dat dan in een videoreactie of zo. Maar waarschijnlijk gaat niemand geen balls hebben om dat te doen. Ik heb wel de balls om dat kutspel weg te doen. Samen met deze twee attributen haal ik dat heel gemakkelijk weg. En dan speel ik eigenlijk nog liever op mijn rekenmachine dan op MW3. Kijk, hier staan nog toffere spelletjes op dan fucking MW3. Dus bedankt om te kijken. En ik ga verder Black Ops 2 spelen. Houdoe.